Nou, die is net nieuw. Die komt echt net uit de verpakking. Volgens mij heeft iemand hem aangehad. Alrighty! So, welcome back to my YouTube channel. As promised, couples quiz together with Andrew. And we are gonna shift to Dutch in het Nederlands. Hey, ik ben een beetje baba. Krem. Nee, doe even normaal. Oké, let's go. We hebben een aantal vragen voor elkaar om te kijken hoe goed we elkaar kennen. En dit is de couples challenge. First question. Wat staat er op mijn bucketlist? Noem in ieder geval één ding. Zo. Wauw. Je hebt er zoveel. Wonen in New York. Ding, 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 ding. Oké, wat was de eerste maaltijd die ik voor je kookte? Barmizoen. Wat dan? Ja, ik kook niet. Wat is mijn favoriete kleur? Zwart. Yes. Oké, wat is mijn liefdestaal? Engels. Kill. Oh, liefdestaal. Oh, sorry. Frans. Oh my god. Spaans. Weet je wat liefdestaal is? Nee. Dus showing affection. In de zin van of ik koop dingen voor je, of ik knuffel graag, of... Allemaal niet. Waar was onze eerste date? Utrecht. Weet je ook nog waar? Nee. Ik weet wel waar, maar ik weet het nou niet meer. Ik ook niet. Okay. Wat is iets dat mij opvrolijkt als ik verdrietig ben? Eten. Ja, very much true. Wat is mijn favoriete bloemsoort? Tulp. Ik heb hier roos, echt roos, 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 witte rozen. Nee, ik heb... Oh my god, ik heb hier echt vaak om geschild, hè? Wat dan? Witte rozen toch? Nee. Wat dan? Daar hou ik juist niet van. Wat heb je laatst voor me gehaald? Met de wedstrijd. Oh, bloemen. Gewoon bloemen, toch? Oh my god. Waterlelies. Lelies! Ja, precies. We zijn wel waterlelies. Waterlelies? Ja, dat is zo know. Anders. Ik pot nat. Wat denk je dat ik de vervelendste gewoonte vind van jou? Zo. Dat ik nu opruim? Ja. Ja, toch? Dat je dus troep laat staan. Maar niet alles? Nee, klopt. Je kan heel netjes zijn, maar overal ligt creatine, ligt poeder. Wel, van welk seizoen hou ik het meest? Winter. Ja, eerlijk, kerst en zo. Ja, oké, ik hou van kerst. Ja. Maar dat is geen seizoen. Oké, zomer dan. Ja, oké. Maar niet zomer in Nederland. Oké, waar kijk ik naar uit als het weekend is? Chill op de bank. Eten. Waar hou ik nou van? Van mij. Nee, dat heb ik je net uitgelegd. Nou? Nou, gewoon van eten, uit eten, juist. Dat soort dingen. Juist. Ja. Juist. Waar ben ik bang voor? Vogels. Ja, dat klopt. Ja. Alles met vleugels. Ja, met een snavel. Ja, jij dus. Wat is mijn favoriete keuken? Italiaans. Ja, goed zo. Ja. Ik eet het alleen nooit. Nee. Daar word ik dik van. Waar kun je me 's nachts voor wakker maken? Eten. Wat is mijn favoriete film? Die heb jij niet. Jij kan geen film kijken. Nee, dat is waar. Ja. Wat is mijn favoriete toetje? My favorite dessert. Kwark? Dat is geen toetje. Dat is het dan? Nee, dat is ontbijt. Maaltijd. Dat weet ik het echt niet. Wat vind ik leuker om te doen? Conditietraining of strength training? Krachttraining? Kracht. Oké, goed zo. Hoeveel tatoeages heb ik? Ik hoop 0, maar ik denk 3. Of nee, ik denk 7. Ik zit op 20 plus. Oh ja, dat bedoel ik. Waar hebben wij elkaar ontmoet? Hallo, waarom ga je liggen? Niet slapen. We moeten nog werken. Waar hebben we elkaar ontmoet? Bij de bakker. Waar hebben we elkaar ontmoet? Bij de bakker? Nee, nee waar? Ja, waar hebben we elkaar ontmoet? Ja, maar Insta. Insta. Instagram. Wat denk je dat mijn eerste indruk van jou was? Dat ik arrogant was. En dat ik mezelf... alles vond. Dat ik mezelf lekker vond. Vind. Dankjewel. Hoe zie ik de toekomst voor mij? Idealiter. Boerderij? Nee. Oh jij, oh ik jij, sorry. Dat je ergens 80 hoog in New York, ergens binnen ja, Times Square woont. Juist. Getrouwd. Uh-huh. Met mij. Mm. Een hond. Ja. Succesvol eigen bedrijf. Wanneer ben je succesvol? Ja, dat is een goede vraag. We hebben al 5 jaar een eigen bedrijf, tenminste één. Ja, ja.
Jij, ik weet niet wat jij hebt gedaan. Ik heb geen bedrijf. Maar de bakker. Granadepelle was ik. Een huis op Mars. Weet ik veel. Next. Als ik een dier zou zijn. Ja. Wat zou ik dan zijn? Een hond. Waarom? Trouw. Oh, ik. Ikke. Wat ik jou vind. Een giraf. Wauw. Waarom? Ze loopt zo suf. Jij loopt ook zo suf. Ze lopen recht. Jij loopt ook recht. Dat is het. Ja. Ik loop in ieder geval recht. Ja. Kan jij niet zeggen? Oké. Okay. Kan ik goed met geld omgaan? Vergeleken met mij, ja. Ja. Oké, okay, wat haat ik om te trainen? Wat vind ik absoluut niet... Benen. Dankjewel. Ben ik een avond- of een ochtendmens? Moet je daar zo lang over nadenken? Ochtend. Je weet dat ik geen avondmens ben. Nee, ben je niet. Wat is mijn droombaan? Oh, in de mode werken. Are you kidding me? Toch? In de mode werken. Ja, ik heb gewoon net mijn hele carrière in de mode achter me gelaten. Om een volledig te storten hier op sport. En jij zegt, ik wil in de mode werken. Wauw. Wat is je droombaan? Heb je Jij luistert echt niet naar mij. Maar... Oké, wat voor sport heb ik vroeger beoefend toen ik jong was? Hockey. Maar een starke. Ben ik een introvert of een extravert? Intro. Met caps lock, alles. Serieus? Ja. Jij bent een intro. Want? Nou, ik ben extrovert, dus... Jij bent helemaal niet extrovert. Ik ben extrovert. Oké, hoe denk ik over trouwen? Niet. Ik? Nee, ik wil alleen verloofd zijn. Ik wil niet trouwen. Niks op papier. Nee. Zou ik bereid zijn om te verhuizen als jouw carrière ons ergens naartoe zou brengen? Ja. Ook overal naartoe? Ja. Ja, dat is wel true. Leer ik graag nieuwe dingen? Ja. Hoe belangrijk is familie voor mij? Heel belangrijk. Praat ik graag over de toekomst? Ja. Alleen maar. Oké, Robin. Je zegt nooit Robin. Nu ga ik jou vragen stellen. Wat is mijn favoriete keuken? Ik denk Japans. Of Surinaams. Vette, vieze bami. Oh nee, kip. Ja, aardappel. Aardappel? En bloemkool. Natuurlijk niet. Jezus. Wat is het nou? Wat is je favoriete keuken? Surinaams. Surinaams? Ja, denk het wel, ja. Wie zei als eerst, ik hou van je? Ik denk oprecht jij. Ben ik eigenlijk wel zeker. Wat staat op mijn bucketlist? Wonen in het buitenland. Op wereldreis gaan. Kijk, meestal... Goed? Nee. Wat staat er dan op je bucketlist? Mijn bucketlist staat gewoon... Ja, reizen, dat heb je goed. En in het buitenland wonen. Dat zei ik allebei. Ja, weet ik, maar je noemde er 80 dingen op. Dat zal wel heel goed zijn. Dat waren de eerste twee die ik... Oh. Oké. Wat denk jij dat ik je vervelendste gewoonte vind? Dat ik snel boos word. Onder andere. Wat nog meer dan? Ongeduldig. Chagrijnig. Vind je mij chagrijnig? Ik ben wel Niet behulpzaam. Baan. Niet behulpzaam? Nonchalant. Vind je mij echt niet Wat? Slordig. Slordig! Ik ben niet slordig. Van 1 tot 10. Hoe erg haat ik cardio? 1 is heel erg. Ja, 1. Ja, heel goed. Min 1 zelfs. Ik heb jou nog nooit cardio zien. Toch nu wel. Waar kan je me s'nachts voor wakker maken? Hij is makkelijk. Hij is echt makkelijk. Onder andere, en nog 1. Winegums en... Nog 1. Je zit goed, je zit echt heel warm. Je zit echt makkelijk. Waarom kom ik er niet op? Winegums en... Zeg dan. Zoete patat, zoete aardappelfrietjes. Oh ja. Waar ben ik bang voor? En al je spiermassa te verliezen. Ook. Volgens mij ben je daar bang voor. Ook. Dat ook. Ben ik avond- of ochtendmens? Beide. Jij kan heel goed opstaan, maar jij kan ook heel goed opblijven. Na 5 powernapjes, dan kan jij goed wakker blijven. Maar anders, ja, jij hebt een soort van drang om 's avonds lang op te blijven, omdat je het zonde vindt van je dag. Maar okay. Ik geef iets meer om mijn slaap. En door wie ben ik begonnen met fitness? Simian Panda. Nee, fout. Meh. Fout. Wat dan? Door mijn moeder. Door je moeder? Ja. Oh ja, je ging met haar mee naar de fitness. Ja, en dat wilde ik helemaal niet. Ja, ik ook. Ik ging ook bodypumpen met mijn moeder. Maar dat gaat op mij. Maar, Thank you, mom.
En wie is mijn favoriet atleet? Simeon Panda. Yes. Wat is mijn lievelingskleur? Heb jij een lievelingskleur? Ja, zeker. Weet je die echt niet? Zwart? Ja. Ook zwart? Tuurlijk. Geen welke sporten heb ik vroeger gedaan? Voetbal. En? Bowlen. Ik heb geen idee. Rugby. Ja, 2 dagen zeker. Nee, helemaal niet. Gewoon 3 jaar hoor. 3 jaar? Ja, tuurlijk. Echt waar? Ja, zie ik niet. Nee. Noem 3 punten wat we matchen met elkaar. Wij zijn eigenlijk hetzelfde. Alleen jij bent de manversie en ik ben de vrouwversie. Ja, omdat wij eigenlijk dezelfde visie delen. En dezelfde normen en waarden hebben. Dezelfde passie hebben. En eigenlijk letterlijk alles valt op zijn plek. Gek genoeg. Volg me op OnlyFans. Did you hurt me? Schattig, hè?